Het is 16 oktober, dus het is weer tijd voor Campus in Beeld. 16 oktober is ook de geboortedag van Ali B. Ja, van harte gefeliciteerd, maar ja, daar zijn wij natuurlijk niet zo mee bezig. Wij zijn bezig met de Wereldvoedseldag. En zo ook de leden van het UMP, het Universitair Milieuplatform, die vorige week woensdag een duurzaam diner hebben georganiseerd. Wij gingen met hun op pad om het eten te vinden. Dus kastanjes, paddenstoelen, wat dan ook. Ja, ik zou zeggen, kijk lekker mee. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen. Het Duurzaam Milieuplatform is een groep studenten die zich inzetten voor duurzaamheid op de campus voornamelijk. We doen dat door activiteiten te organiseren voor studenten, zoals een wereldmaaltijd. En ook proberen we op bestuurlijk niveau effect te hebben binnen het college van bestuur. Afgelopen woensdag was die wereldmaaltijd. Kun je daar iets over vertellen? Dat is in het kader van Wereldvoedseldag, dat is 16 oktober. We hebben het georganiseerd om te laten zien dat er eigenlijk helemaal niet zo'n groot voedselprobleem is als heel veel mensen denken. Er wordt 2,5 kilo eten per persoon per dag geproduceerd. Dit is ongeveer een kilo meer dan je op een dag eet. Toch is er in veel gebieden op de wereld sprake van een voedseltekort. We hebben voornamelijk eten uit de buurt gehaald. Bijvoorbeeld hebben we kastanjes uit het bos gehaald. En de bramen zijn hier in de buurt geplukt voor de taart en dat soort dingen. In deze economisch zware tijden willen ook wij geld besparen. Daarom nam Oscar, kastanje-expert van het UMP, ons mee het bos in. Hij vertelt wat je allemaal kunt doen met tamme kastanjes. Dan kan je ze koken. Gewoon om warm water. Volgens mij een kwartiertje laten staan. Vijf minuten tussen een kwartiertje. Hangt er vanaf hoe gaar je ze wil. Worden ze een stuk zoeter van. Ik vind het zelf veel lekkerder. Je kan er ook gewoon zo'n kruisje in zetten en ze in de oven doen. Als je dan geen kruisje zet, dan exploderen ze. En dan mag je stukjes kastanje van je oven afrapen. Iets minder aan te raden. Je kan er zelfs meel van maken als je ze laat uitdrogen en fijn stampt. En dan kan je er broden van bakken. Ik sta hier bij Zevenblad. Dat is dit plantje. Het is een van de hardnekkigste onkruiden die er zijn. Maar je kan er heerlijk pesto van maken. Je kan hem mengen met brandnetel en Oost-Indische kers, rucola of wat je ook voor handen hebt. Gewoon een derde zevenblad, een derde Oost-Indische kers of rucola en een derde brandnetel. Ja, je kan ook kastanjebier ervan maken. Er zit ontzettend veel zetmelen in kastanjes. Dus dan kun je duurzaam dronken worden? Ja, dat kan je wel zeggen zo, ja. Mocht je dit nou iets te veel moeite vinden en wil je toch een milieubewust biertje drinken, kies dan voor Grols. Dit is door Ranker Brand verkozen tot duurzaamste Nederlandse biermerk. Moet dat stoeltje ook kapot, spillebeen schij uit. Nou, zo zie je maar weer. Duurzaamheid hoeft dus niet meteen te betekenen dat je geen bier meer kan drinken. Bij ons vandaag is onze lieftallige Maaike. Maaike, je hebt vandaag met Robin weer al die dingen opgenomen. Leg nog even uit, wat houdt al die dingen nou precies in? Al die dingen is eigenlijk het concept waarbij Robin en ik doen wat studenten gedaan moeten hebben in Nijmegen. Of ze moeten het niet, maar het is wel heel vet. Of het zijn grappige dingen, leuke dingen, vette dingen. We hebben al vorig seizoen van alles gedaan en nu gaan we weer opnieuw. Wat voor capriolen kunnen we deze keer van jullie verwachten? We gaan Nijmegen van boven bekijken in een zweefvliegtuig. We gaan struikduiken. En deze aflevering gaat ook een van onze straatartiest zijn. Straatartiest zijn? Ja. Nou, ik ben benieuwd. Laten we gewoon gaan kijken. De eerste van een serietje Al die dingen. Al die dingen. Al die dingen. Een nieuwe reeks. Een nieuwe reeks. En wat zit vandaag in de bierflesjes? Nou, een van ons die gaat meedoen aan een biertapwedstrijd. En de ander die zal muzikale kunsten... Straatmuzikant. Ja, dat dus. Oké. Okay. Maar ik wil heel graag de biertapwedstrijden, dus ik hoop eigenlijk dat jij de straatmuzikant krijgt. Ja, die wil ik niet. Oké, okay, nou, we zullen het zien. Laat de flesjes maar vallen. Oké. Okay. Die is voor mij. Ik lach wel, maar ik vind het helemaal niet leuk. Ik moet uiteindelijk straatartiest zijn. Yippie. En ik kan niet eens zingen. De straat is zijn woning, de hemel zijn dak, zijn heimen bezit, kan in één vuilniszak. Hij is maar... Ik zit hier zo'n, 3 minuten. En ik was echt strontzenuwachtig hier van tevoren. Maar eigenlijk vind ik het best wel leuk, want het begint ook ergens naar te klinken. En dat is gewoon wel leuk. Bijna iedere student heeft tegenwoordig een bijbaantje. En vele studenten werken in de horeca. Maar het moeilijke van de horeca is vaak om een fatsoenlijk biertje te tappen.
Nou, dat ga ik vandaag doen bij de biertapwedstrijden in het Kolpinghuis. Ik doe mee namens Café de Kroon. En misschien word ik wel eerste, misschien laatste. We zullen het zien. Ik moet weer verder, want anders verdien ik niks. Ik ga weer even spelen. Ja. Nou, dag hè. Dag. Doei. Oké, ik geef er de brui aan. Ik vond het leuk. Ik heb nog nooit een al die dingen opdracht gedaan waarvoor ik zo zenuwachtig was. Ik vond het echt doodeng. Maar toen ik hier zat, was het echt superleuk. Echt, het kinderlijke enthousiasme kwam in me naar boven. En de doelgroep lag wel een beetje anders. Er waren veel kinderen die mij geld gaven. Ik heb wel 2,5 euro in een half uur verdiend. Dus mocht je geen baantje hebben en je hebt een kleedje en wat flessen, go for it. Want dat verdient prima. En het is leuk. Hoe ging het? Nou, het tappen ging best aardig. Ja, ik had blijkbaar aan de zijkant hard niet gezien een klein stukje lipstift erop zitten. Dus ja, daar ben ik op afgegaan. Dus biertapwedstrijd is eigenlijk gewoon een beetje mierenneuken, of zie ik dan nog verkeerd? Dat zou ik nooit zeggen, want ik krijg ruzie met sponsor, maar ja. Wat zijn de verwachtingen? Nou, winnen natuurlijk. Ik heb het helaas niet gehaald tot de volgende ronde. Twee rondes gehad. Volgens mij 233 punten. Zoiets, in ieder geval te weinig. Ik lig eruit. Ik drink mijn biertje op. Mijn getapte biertjes. Proost. Kunst. De hobby van de hoogopgeleide Nijmeegse elite. Maar blijkbaar ook een laagdrempelig, donker evenement. Soetja ging op pad en liet zich verrassen op de Nijmeegse Kunstnacht. Nou, ik ben hier in een soort luchtkussen. Ik heb geen idee. Klinkt dat veel te serieus? Oké. Volgens die meneer klinkt dat veel te serieus. Ik zou als ik jou was, niet zozeer afgaan op het visuele, maar vooral het auditieve proberen te ontdekken. Ik zie hier een hoop draden en computers en toestanden. Wat is hier te zien? Wij hopen vanavond iets te vinden over pijn-empathie. Wij hebben dus pijnstimulator. Die elektroden zitten op de vingers van de proefpersonen. En vervolgens moeten ze eerst zichzelf pijn toevoegen. En vervolgens gaat iemand anders hun pijn toevoegen. You don't stop. Oh. You can't stop. We're gonna celebrate. Yeah. Oh. Celebration. You know we're gonna do it. En wat je hier ziet is dus een ballistisch blok Shell. En wat je als het ware ziet is een tijdscapsule, een momentopname van de inslag van de kogel en de kogel zelf in het ballistisch blok. En ik vond dat toen als kunstenaar zo echt een heel mooi beeld, dat je die sporen van de kogels nog ziet. Een tijdscapsule en stel het hier dus ook tentoon. Met 1 uur rijden wij iedereen naar kunst- en galerie-exposities in Nijmegen. Don't wait too late. No, you don't stop. Oh, daar ging de taxi. Beetje jammer. One more time.
zo'n ding scheuren? 60, 65, maar een beetje geluk 70. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright, don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, don't stop the dancing. One more time. Niere biedi. Dat klinkt inderdaad wel heel mooi. Het is meer dan het visuele. Dit was Kampus in Beeld voor deze week. Kijk volgende week weer, want dan hebben we onder andere een nieuwe Al die dingen waarin Robin en Maaike allerlei gekke dingen gaan doen. Volg ons gedurende de week ook gerust op Facebook, Twitter en bezoek onze website www.kampusinbeeld.nl. Ik zou zeggen tot volgende week en bekijk het maar.